Het was een prachtige sportieve dag hier in en rond Nijmegen. De 34e editie van de Zevenheuvelenloop werd hier gelopen vandaag. Tienduizenden recreanten op de been en er was natuurlijk die hele spannende wedstrijd. Wij maakten voor u een samenvatting. De 34e editie van deze najaarsklassieker. En u kunt zich voorstellen, al die duizenden mensen die hier starten vanmiddag, dat dat nogal wat voorbereiding vraagt. Kijkt u maar even naar die voorbereidingen. Wat doen jullie dames hier zo in alle vroegte? Goedemorgen, wij wijzen dadelijk de lopers de weg hier bij de Zevenheuvelen. En dan moet je zo vroeg aanwezig zijn? Ja, we moeten ons op tijd voorbereiden. Hè? Parcours een beetje verkennen. Dus jullie zijn eigenlijk de gastvrouwen van de lopers? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Proberen we in ieder geval wel te zijn. Ja. Nou, deze gaat er niet in, hoor. Dat doen we met liefde, natuurlijk. Ja, vroeg. Stil nog, zoals je ziet. Maar we maken er weer wat moois van. Ik zag een bord ertessoep. Lekker. Hartstikke. Vandaag is ertessoepdag. En waarom? Nou, de Zevenheuvelenlopers, de toeschouwers, die krijgt koud. En de lopers zijn er net vertrokken. En dan hebben ze zin in ertessoep. Dan komen ze bij ons. Eigen gemaakte ertessoep. Moet je kijken, man. We zijn net begonnen. Straks is het hier één grote ertessoep. Is het niet een beetje vroeg om zo in de ertessoep te staan roeren? Ja, ik moet zeggen, ik moet er niet aan denken om vandaag ertessoep te eten. Maar voor dit goede doel begin ik graag vroeg met opwarmen. En hoe mooi is dat nou elke keer weer, die zeven heuvelen lopen hier in Nijmegen en de omgeving? Ja, ik woon hier vlakbij. Het gonst door de hele stad dan. 'S Avonds begint het al. Nou, eigenlijk al een paar dagen van tevoren. Dan komen al die hekken en al die toestanden. Maar de sfeer is geweldig. Echt waar, superleuk. Dankjewel, we kunnen nog lachen, hè? Nou, aan de voorbereiding heeft het niet gelegen. Het is bijna zover. De start is in zicht. Iedereen is er klaar voor, inclusief die 800 vrijwilligers die meewerken elk jaar aan dit evenement. Naast mij staat de voorzitter van de Stichting Zevenheuvelen, Ton van Lieshout. Ben u een beetje zenuwachtig of is alles helemaal relaxed? Nee, dit is wel altijd de spannendste dag van het jaar voor mij. Maar nu gaat het wel. Ik heb gisteravond al gelopen, dus daar kan ik al een heleboel spanning in kwijt. Wat verwacht u van wat er vanmiddag gaat gebeuren hier? Ja, het is in ieder geval het is geweldig weer. En de afgelopen dagen hadden we het idee dat het weer slecht zou worden. En ja, wat heel belangrijk is, er komt een wereldrecordpoging. Ja, en we hopen dat Joshua het gaat redden. Want de kansen zijn goed. Er staat nog wel wat wind. Maar het is een prachtig weertje. Er zijn heel veel lopers, hele goede sfeer. Dus ja, het gaat fantastisch worden. We gaan naar die hele spannende strijd. Het commentaar bij die wedstrijdlopers wordt gegeven door onze sportverslaggever Jan Sommerdijk. En naast hem zit ex-topatleet Dennis Licht. Ja, inderdaad. We zitten hier vlak bij de finish. Ik zit naast Dennis Licht en dat is een veelvuldig Nederlands kampioen in verschillende disciplines en afstanden. De grote vraag is natuurlijk, komt dat wereldrecorder? Jij hebt daar wat over gezegd wat mij heel erg positief stemde. Ja, het is wereldrecord weer. En de zon is uit, er staat nauwelijks wind. Dat heb ik vanochtend zelf mogen ervaren tijdens mijn duurlopen op het parcours. Daarom ben ik daar ook speciaal even naartoe gegaan, daar overheen gelopen om even het gevoel te krijgen. Ja, en bij de golfbaan op de Zevenheuvelenweg, daar staat bijna geen wind. Dus als die hazen gewoon hun werk doen, het tempo gewoon niet te snel maken, dan kunnen we iets heel moois gaan zien. Ja, en we zijn vertrokken inderdaad. Ze gaan hier nu op de Zevenheuvelenweg vandoor. En eens kijken wat de ontwikkeling wordt. Wat is eigenlijk de bedoeling als je naar een wereldrecord wilt? Hoe moet je dat dan aanpakken als je Common of Cheptegei bent? Nou ja, in ieder geval vertrouwen hebben in je hazen. Ik neem aan dat dat ook gewoon goed is besproken.
tussen de atleten onderling. En dat je als favoriet ook gewoon durft te zeggen van jongens, het gaat nu te snel of te langzaam. En dat je dan even een tikje op de schouder geeft. En, we kijken meteen al naar, er gaat zich nu al een kopgroep ontwikkelen. Hè. Zo gaat dat heel erg snel. Ja, het is natuurlijk wel opvallend, hè. De hazen, dat zijn er vier. Twee uit Oeganda en twee uit Kenia. Ja, en de favoriete Cheptegei uit Oeganda en Komom uit Kenia. Dat is de logica zelf natuurlijk, hè? Ja, 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 zeker. En nou, ik ben wel heel erg benieuwd hoe de race zich gaat verlopen zo meteen. Ik zie dat ze vrij snel begonnen zijn. En het eerste wat mij opvalt is dat ik op dit moment Leonard Comon nog niet in de kopgroep zie meegaan. Dus dat is een interessante ontwikkeling. Dat er al wel een kopgroep is meteen ook. Nou, we gaan nu, tenminste de koplopers, al heel snel wat heuvel oplopen. Maar hoe heuvelachtig is die zevenheuvelloop nou eigenlijk als je het echt goed beschouwt? Nou ja, een topatleet zal er niet zo heel veel van merken. Maar we kijken nu even naar de beelden van start-finish. Het eerste gedeelte, de eerste paar kilometer, loopt heel lichtjes omhoog. Dat heb je eigenlijk niet door. Totdat je in het dorpje Heilige Landstichting uitkomt. Ja. En volgens mij komen we daar nu... Ja, het Nijmeegse baan. En daar gaat het even 5-6% omhoog. Ja, ja, ja. Ja, ja. En, maar als je eenmaal die 5 kilometer voorbij bent, dan krijg je wind mee. De derde baan. Die is vlak eigenlijk. Dan gaan we linksaf over de golfbaan. De Zevenheuvelenweg op richting Bergendal. En ja, en dan is het... lichtjes heuvel op en af. Maar het moet eerlijk zijn, de steilste heuvel van de Zevenheuvelenweg, die pakken ze niet mee. Hè? Dat is dan weer voordeel. Dan gaan ze bij Hotel Erika, dat is wel nog even flink klimmen. En dan waar we nu zitten, Oude Kleefse baan, ja, dat loopt vooral naar beneden. Nog een klein knikje. Ja. En dan het einde, ja, daar kun je echt, als je goed bent, nog even heel veel tijd pakken. Ja, daar kan misschien net die slag worden geslagen voor dat wereldrecord. Absoluut, absoluut. En als we nu ook even trouwens naar de race kijken, dan zien we dat Leonard Comon gewoon eraf gelopen wordt hier. Ja, dat is een verrassing meteen al. Comon, de man van het record, voorlopig doet hij nog niet mee. En meestal als je zo vroeg al afgelopen wordt, kom je ook niet zomaar terug. Zo hard is wat dat betreft zo'n wedstrijd. Ja, er wordt echt een serieuze poging gewoon gedaan voor het wereldrecord. En, we gaan ondertussen even kijken, terwijl we de kopgroep zien met eigenlijk voornamelijk Oegandese, hoe het in het publiek is, want daar staat Irene Tevoorde. Ja, terwijl die toplopers al een eindje weg zijn, en lopen hierachter nog steeds heel veel van die 25.000 mensen die vandaag starten. En staat naast mij de burgemeester van Nijmegen, meneer Hubert Bruls. U mocht ze zo mooi wegschieten. Hoe was dat? Nou, ja, ik heb het wel vaak gedaan, maar dit jaar hebben ze me wel heel erg onder druk gezet. Want de starter, die bepaalde het eigenlijk, die zei tegen mij nog 3 tellen. Toen was het even haasten. Maar gelukkig heb ik een ervaren ploeg om me heen en ik heb zelf ook al een paar keer mogen afschieten. Dus altijd erg leuk. Leuk en eervol om te mogen doen. Heeft u iets met de hardloopsport? Als je burgemeester van Nijmegen bent, ook al doe je niet zelf mee, moet je wel iets hebben met hardlopen en wandelen. De Zevenheuvelloop, de Mariekenloop, de Stevensloop en natuurlijk onze Vierdaagse. Dit is wel iets wat bij deze stad past. Dennis, heb jij al een beetje gekeken hoe het met de tijden gaat? En ja, 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 zeker. Waar gaan we naartoe? Nou ja, ze zitten redelijk op schema. En het is wat ik al zei voordat we begonnen bij de start, dat het niet erg is om een paar seconden langzamer te gaan, de eerste 5 kilometer. En zoals het nu eruit ziet, zitten zij, komen ze ongeveer waarschijnlijk op de 5 kilometer door in 13.45 à 13.50. En dat is rond het wereldrecordtempo, mensen. Dus dat wordt hier uitstekend gehaast door die mannen. En ondertussen bij Moto2 wat beelden van Celimo, de favoriete bij de vrouwen. Dan neem ik aan dat zij ook wel in ieder geval op dit moment de beste in koers zal zijn. Maar ja, dat weet je nooit helemaal, hè? Want... Nee, zeker niet. Het is een lange afstand. En... je kan ook instorten in zo'n afstand. Dan lopen in ieder geval heel wat meer vrouwen nog bij haar in de buurt. Dan hebben we ook even de Nederlandse en eigenlijk de Gelderse toppers. Die zijn er ook natuurlijk. Irene van Lieshout uit Nijmegen tegenwoordig. Studeert hier. Heeft ook al de Mariekenloop gewonnen bijvoorbeeld. Wat kan zij hier betekenen? Nou ja, ik heb begrepen dat Irene, maar ook Rut van der Meijden wel hun ambities hebben uitgesproken hier vandaag om een mooie tijd neer te gaan zetten, om een persoonlijk record te gaan verbreken. En, volgens mij hebben ze allebei net onder de 52 minuten gelopen. En ja, misschien proberen zij wel richting die 51 te gaan. Sinds een aantal jaar, sinds 2013, is de Zevenheuvelenloop een tweedaags evenement. Gisteravond is er ook gelopen, heel sfeervol, de Night Run. Lichtjes en nog meer lichtjes. De Zevenheuvelennacht is alleen al een feest om naar te kijken. Laat staan dat je er ook nog eens aan meedoet. De tweeling Sarita en Yvette lopen de 7 kilometer loop elk jaar in het donker.
En ze weten dan ook precies wat de magie is van de Zevenheuvelennacht. Nou, 's nachts is sowieso heel gezellig. En we trainen samen, maar grote afstanden is nog net niet te doen. Dus we dachten, dat is een mooie afstand. En mooi parcours, dus goede stap. Wat maakt die nacht nou zo speciaal hier? Ik heb het eerste jaar vond ik zo speciaal op de helling. En die muziek eronder en het licht. En je ziet al die lampjes naar boven gaan op die Johannaweg. Dat is echt fantastisch. Ik krijg zoveel energie van. Maar de eerste keer liepen de twee ook nog niet met hun lichaam vol lampjes. Nou, heel bescheiden. Gewoon wat hardloopkleding. En later kwam mijn vader met een jasje. En die hebben we uitgebreid met wat kerstlampjes. Maar dat werkte niet helemaal. Dus nu hebben we goede veters. En die veters die doen het opperbest qua licht dan. Nu moeten zij nog mee de finish bereiken. Nederlands topatleet Abdi Negeye mocht er ruim 7000 deelnemers wegschieten voor een onvergetelijke avond. Wel hele bijzondere vermommingen tegen. Ja, dit wordt trend. Wij worden trendsetters hierin. Let op volgend jaar. Ja, we hebben superleuke reacties gekregen. Ja, echt. Voor iedereen die vervolgens juichend over de finish kwam, was de avond een feestje. Maar voor Patrick en Chantal was de avond nog net een tikje mooier dan die van de rest. Nou ja, het is onze trouwdag. We zijn deze dag 12 jaar getrouwd. En ja, ik wilde gewoon verrassen om haar over de finish te dragen. Omdat 12 jaar geleden is het helaas niet gelukt. En dat heeft te maken dat, zeg jij het maar. Toen kon je maar rollen. Toen was ik dubbel zoveel, dus nu niet meer. Dus nu kon het wel. Ja. Het was een verrassing voor je, hè? Wat dacht je? Ik wilde echt sprinten. Ik denk, ga bij. Hij zegt, nee, mag niet. Ja, ik moest al gauw haar hand vastpakken, want ze ging zo hard. En ik denk, straks kan ik haar niet eens over de finish tillen. Hoewel Chantal natuurlijk uitzinnig was, wil ze de finish volgend jaar wel wat anders zien. Nou, zeker sprinten. Dadelijk hem in. Ondertussen voorin, daar gaat toch ja. Alimirev eraf. Alimirev gaat eraf? Ja, ja inderdaad. Hij gaat eraf. Dus we gaan de Haas met de favoriet op kop houden. En dat is een hele snelle ontwikkeling toch wel al, hè? Ja, dat is eigenlijk misschien wel een beetje te snel. Als hij nog echt uit de wind moet gehouden worden, de Zevenheuvelenweg. En zoals ik het nu zie, dan gaat hij het eigenlijk al bijna helemaal in zijn eentje doen. Ja, kun je iets zeggen ook over de tijd? Terwijl we ondertussen zien dat de vrouwen nog bij elkaar zitten, de favorieten. En met Chelimo natuurlijk wel constant voorin te vinden. De vrouw uit Bahrein, toch de topfavorieten hier natuurlijk bij de vrouwen. Maar heb je iets van tijden gezien? Zitten ze nog op een schema dat inderdaad tot een wereldrecord kan leiden? Als ik zo kijk, dan is de verwachte finishtijd om 13:42:36. Dus dan zitten we eigenlijk niet meer op het juiste schema. Nu zie ik wel dat er een lichte versnelling is geplaatst. De laatste kilometer, kilometer 7, is 2:41 per kilometer gegaan. Maar daarvoor hebben ze een aantal kilometers gehad die toch echt duidelijk iets aan de langzame kant waren. Dus ik ben benieuwd wat ze op 10 kilometer door gaan komen. Ja, dat is eigenlijk wel essentieel. Maar ja, je hebt gezegd, er kan nog heel veel winst worden, gepakt worden in die laatste 5 kilometer. Maar absoluut. Dat is misschien toch wel iets te veel gevraagd. Terwijl het nu gebeurd lijkt te zijn, hè? Ja, nu is de Haas eraf. Die heeft het in ieder geval een groot gedeelte van de Zevenheuvelen weggebracht. En nu gaat het weer licht naar beneden. En hij gaat er alleen voor. Het wordt een lange, lange solo. We zien hier een enorme hoeveelheid mensen die nog moeten starten. En daartussen staat volgens mij Janko of Irene. Ja, zover als je kunt kijken richting het Keizer Karelplein. Er staan duizenden en duizenden deelnemers. Allemaal recreanten ook, vooral die meedoen vandaag. Een van hen is Jan uit Arnhem. Ja. Heb je er een beetje zin in, Jan? Ja, helemaal. Hè. Het is topweer, dus het moet goed komen vandaag. Hè. Je ziet er ook heel relaxed uit. Ja, ik moet ook zeggen. We kennen het parcours ondertussen wel. We weten waar de moeilijke punten zitten. Dus het moet goed komen. Hoe bereid je hier nou op voor? Uiteraard. We trainen uiteraard 2 keer in de week. En hoe train je? Dat is een goede vraag trouwens. Gewoon doen. Ja. Nou, korte mouwen aan. Ik vind het nog wel fris, maar dat gaat straks voor jullie snel veranderen. Ja, ik heb zelf nog een dunne shirtje onderaan. Dus hier loop je eigenlijk lekker warm. En gaat goed komen. Ja, hij zit nu in de buurt van Hotel Erika. En dat is eigenlijk een beetje nog het hoogste punt waar hij nu komt. Dus het is voornamelijk bergaf nu.
En als je naar zijn lopen kijkt, wat is je analyse dan? Hoe zit hij erbij? Zoals je ziet, het bewegingsritme is ietsjes omlaag gegaan. Maar dat komt omdat het heel lichtjes omhoog gaat. Dit is even het punt waarop hij even goed moet doorzetten. Want zometeen draaien we de Berg- en Dalseweg weer op. En dan ga je eigenlijk alweer richting finish. Ja, dan gaat het eigenlijk nog maar op één knikje na nooit meer omhoog. Hè? Precies. En daar kan hij echt serieus ook weer 5 seconden per kilometer winnen. Dus ja, als hij die 15 seconden erboven zit, laatste 3-4 kilometer... Wie weet gaat hij het toch halen in zijn eentje. Ja, dan zou het een historische dag zijn hier in Nijmegen, waar iedereen op gehoopt had. Maar het moet wel helemaal van hem komen. Hè? Want de anderen, ja, de grote namen, ook degene die ambities hadden, we hebben ze eigenlijk niet gezien. Het is gewoon Joshua Cheptegei en verder niemand. De man uit Oeganda, 21 jaar pas. En ook al natuurlijk fantastische dingen gedaan hier in de Zevenheuvelenloop in het verleden. Ja, hij moet het nu echt gaan doen. En nu moet het echt naar beneden. Nu gaat het heel hard naar beneden. Laat hem alsjeblieft die laatste paar kilometer nog even iets in zijn reserves kunnen vinden. Die auto zit er dichtbij. Daar kan hij zich lekker op focussen. Dus wie weet voelt hij zich gedwongen om daar naartoe te rennen. Dus het ziet er vooralsnog goed uit. Ja, en hier zie je hoe verschillend mensen zich eigenlijk voorbereiden qua concentratie. De een staat heel erg gefocust voor zich uit te kijken. De andere zit een beetje te rekken en te strekken. En weer anderen zitten te kletsen met elkaar. We lopen even naar deze dames, Amaya en Janneke. Ja. Jullie zitten lekker te kleppen. Ja, eerst lekker ontspannen voordat je gaat rennen. Dat is fijner dan dat je in die stress zit. En waar heb je het dan over? Over wie er sneller is. Laten we daarop houden. Ja. Wie er gaat winnen van jullie twee? Ja. Want is er ook nog onderlinge competitie dan? Ja, dat houdt ons gaande. Als de andere sneller gaat, dan zorgen we dat de andere blijft volgen. Ja, dus jullie steunen elkaar ook onderweg? Ja, tuurlijk. Dat is heel fijn dat je wordt gesteund door iemand. Ik kijk naar haar achterkant tijdens het rennen. Ja, zij is wel een tandje sneller. Is het de eerste keer dat jullie hier aan meedoen? Voor mij is het wel de eerste keer dat ik aan deze meedoen, ja. En voor jou? Tweede keer. En hoe was het de eerste keer? Ja, leuk. Ja. Omschrijven eens wat er gebeurt hier onderweg. Het is natuurlijk heel massaal. Hè? Het is heel druk langs de route ook. Veel sfeer. Ja, dat maakt het juist wel heel leuk. En we wonen zelf in Utrecht. En daar heb je niet zo heel veel natuur in de stad natuurlijk. Dus het is hier ook leuk dat je gewoon door de mooie omgeving rent. En leuk dat er mensen zijn die je aanmoedigen. Hier is de finish. Hier moet hij naartoe. En dan is de grote vraag. Wat wordt die tijd? Dat is echt, ja, wel of niet wereldrecord. Zeg het maar. Wat denk jij, Dennis? Jij moet er gewoon nog even één sprintje uitpersen. Want het gaat echt op de seconde volgens mij, mensen. Echt waar. Ja, het ziet er nog steeds heel goed uit. Hij vecht gewoon echt tegen zichzelf en tegen de klok. Ja, nog even die tijd waar hij naartoe moet. Waar moet hij onder? Ja, 41-13. Ja. En nog iets meer dan 200 meter heeft hij ervoor. Zit het erin, zit het er niet in? We gaan het weten, want dit is een bordje van de 200 meter. Heel spannend. Het is in ieder geval een geweldige winnaar. Daar hoeft niemand zich voor te schamen. Integendeel, het is de absolute topper wint. Maar het gaat nu nog maar om één ding. Wereldrecord of niet? Dennis, jij mag kan het afmaken. Kan hij er nog een sprintje uithalen? Het zal erom hangen. Nog 100 meter. Heeft hij nog 15 seconden? Nou, het wordt heel, heel, heel moeilijk. Oh, wat komt hij dichtbij? Oh, kom op Joshua. Laatste stukje. Nog één keer. Probeer nog 3 sneller. Net niet. Oh. 3 seconden erboven slechts. Wat een tijd. Maar het is fantastisch wat hij gedaan heeft, hoor. Ongelooflijk. Ja. En dat is zijn eentje, mensen. Dat mogen we niet vergeten. Ja, en dat is misschien precies wat jij nu zegt. Dat het in zijn eentje moest. Net dat detail. Dat zijn misschien net die 3 seconden. Want anders dan had hij het gered. Want hij is in de vorm om een wereldrecord te lopen. Dat zie je aan alles. Ja, je ziet, hij is niet alleen moe, maar je ziet toch ook een vorm van teleurstelling. Want zijn armen zijn niet de rug tegengegaan. Hij voelt dat hij er zo dichtbij was. Hij weet dat het kan. Dus, ongelooflijk. Ja, hij staat hier naast me. Joshua, what a great performance. We gaan straks de officiële tijd bekijken. You were almost there. It's tough. The wind was too much. Yeah. Nog terugkijken op de race. De uitslag die is inmiddels wel bekend. En hier staat hij. Joshua Cheptegei. Wat een geweldige tijd. 41-16. Dennis, als je dat ziet, dat is echt indrukwekkend, hè? Ja, heel erg indrukwekkend. En het is prachtig om te zien dat hij zelfs alleen gewoon nog
onder dat tempo van het wereldrecord kan lopen. Dus dat zegt alles over zijn toekomstige mogelijkheden. Dat kunnen we wel stellen. Ja, de Haas is derde geworden, dat valt ook op. En dan bij de vrouwen, ja, Birke de Belen, de grote verrassen. Maar je ziet die tijdsverschillen, die zijn heel minimaal. En de grote favoriete, Chelimo, slechts vijfde. Dat zal toch een afknapper zijn voor haar. Ja, misschien wel. Maar goed, ze heeft van de zomer op het juiste moment laten zien de beste van de wereld te zijn. Dus wie weet wil ze nog andere dingen laten zien dit seizoen. En is dit meer een kerst op de taart om hier bij de Zevenheuvelloop mee te doen. De 50.000 euro vandaag gaat er net niet uit. Dat is dan jammer, maar het scheelde niks. We gaan ondertussen even naar het parcours toe, want daar staat Irene bij een van de deelnemers van vandaag. Ja, een van de deelnemers die het toch nog gewoon voor elkaar heeft gekregen om die 15 kilometer binnen een uur te lopen. Petje af. Dit is Dick van Os en Dick is kapot. Sorry, wat zei je? Dick is kapot. Ja, nou, ik ben nu alweer een beetje herstellende. Maar ja, hard gelopen. Nou ja, zoals je ziet, het slot voor de ogen. Ja, ja, klopt. Oh ja, is dat te zien? Ja. Nou, maar ja, PR. Ja? Erben Wennemars ingehaald. Dus dat is ook altijd mooi. Nou, ja. Gefeliciteerd. Wat was jouw record? Ik had 56-21. En het is nu, als ik het goed geklokt heb, 55-56. Nou, dat was het doel, 55 minuten. Met lopen kun je niet vroeg genoeg beginnen. En dus zit er aan dit tweedaagse evenement ook nog een kindergedeelte, de kinderen. Op de dag dat Zwarte Piet en Sinterklaas ook in Nijmegen binnentraden, stond er ook nog iets anders belangrijks op het programma. Namelijk de mini Zevenheuvelenloop, speciaal voor kinderen. Maar er was wel één probleempje. Zo nat. Ja, zo jammer. Ja. Maar ik heb er wel zin in. Ja. Maar niet iedereen zat er zo erg mee dat het zo hard regende. Ik vind het soms wel fijn, omdat als je rent heb je vaak het warm. En dan door het regen word je weer iets afgekoeld. En gelijk heeft Job, die ook meteen vol ambities aan de start verscheen. Ik probeer gewoon eerste te worden. Dat is gewoon het enige wat mijn doel is. Nadat het startschot had geklonken, was het dus maar afwachten of Job ook daadwerkelijk al snelst over de finishlijn zou komen. Dat gebeurde niet, want Timo was niet bij te houden. Toen hij over de streep kwam, kon hij maar aan één ding denken. Ja, dat ik gewonnen had. En Job? In de eerste ronde kreeg ik een steken, toen kon ik niet meer. Ah, balen, want je wilde zo graag winnen. Ja. Wat dacht je toen je over de finish kwam? Baalde je erg? Ja, niet zo erg. In ieder geval voor andere mensen. Met die mooie gedachte in het achterhoofd was de regen ook snel vergeten. Want de ruim 900 kinderen hadden ook maar mooi hun eigen Zevenheuvelenloop gelopen. Ja, en er heerst hier een soort vierdaagse sfeer, kun je zeggen. Een bandje verderop met slagwerk en wat blazers. U komt hier uit de buurt, hè? Ja, dat klopt. Wat vindt u hier van de sfeer? Ja, gewoon geweldig. We gaan zoveel mogelijk gaan kijken. En ja, het is gewoon fantastisch wat die mensen doen. En ja, onverwachts lopen er veel meer mensen mee die je eigenlijk niet dacht dat ze mee zouden lopen. Dus je bedrijfsvoorzitter heb je gezien, je collega heb je gezien, oud-collega heb je gezien. En zien ze u dan ook nog? Ja, en de sterke zelf had mij eerder gezien dan ik hun had gezien. Dus een compliment aan Marieke, Ron en... Ik heb het idee dat nu alle vakken wel weg zijn, want het is nu één richtingsverkeer naar de finish toe. Niet meer dat ze elkaar tegenkomen, want dat is natuurlijk heel lang geweest, hè, dat je ze zag starten en finish rijden. Kijk dat daar eentje binnenkomen in een rood-wit shirt. Nou, dat is ook weer een heel blij iemand. Nee, dit zijn de mensen die toch volgens mij best wel lekkere tijden lopen allemaal. Die zijn gewoon later gestart, hebben in die regen moeten wachten. Ja, en dan mag je eenmaal los. Ja, daar ben je toch heel tevreden volgens mij. Ja, het is mooi om te zien, hè? Ja. Dat iedereen zo lekker gelopen heeft en armen in de lucht. Daar doe je het voor. Ja, en waar de meeste mensen hier voorbij komen rennen en doorrennen, dan heb je toch ook altijd een paar uitvallers. Ja. Meneer, wat is er aan de hand? Ik heb last van mijn hamstring. Ik ben bang dat die wat gescheurd is, ingescheurd is. Ik heb heftige pijn, dus ik kan niet meer doorlopen. Ja, en nou staat u met wat folie om u heen. Ja, een beetje te kijken. Ja, een beetje te kijken en wacht op de beruchte bezemwagen. Hè. Ik zie al iets van een zwaar lichtje aankomen. Marielle en Janika zijn hier en die hebben elkaar eigenlijk min of meer gevonden na de finish. Tenminste, dat begrijp ik. Jullie vonden elkaar weer na de finish, hè? Ja, dat spreken we af. Ik wist dat zij iets sneller was, dus dan moet je ook gewoon gaan. Dan moet je niet op elkaar wachten. Jullie zijn wel samen begonnen. We zijn samen gestart, ja. En op een gegeven moment dan moet je haar gewoon laten loslaten. Ik moet haar laten gaan, ja hoor. Ja, soms is het andersom, hoor. Dan is zij sneller. Dit keer wist ik het dat zij zelf beter getraind, meer kilometers in de benen.
En wat leeftijdsverschil. Dus die ging als Jacco. Dus ga gewoon. En nu, Marielle, wat gaan jullie nu doen? Wij drinken. Ja. Veilig uitlopen. Uitlopen en veilig weer naar huis toe. En vond jij weer? Ja, ja, denk het ook. Ja. Ja, we houden hem er maar in. Ja. Goed zo, bedankt hè. Dankjewel. Joehoe. Tot zover onze samenvatting van de 34e Zevenheuvelenloop vanuit Nijmegen. Bedankt voor het kijken en nog een fijne avond.